Het gemeentehuis van Ossendrecht, gebouwd in 1939. De Nederlandse hervormde kerk met de klokkenstoel. Tegen de muur van de protestantse kerk, het bevrijdingsmonument. Het wapen van Ossendrecht. Burgemeester Vos de Waal. De ambtenaar op loket, Twan Mathieuses. De bode, Paulus Kil. En ook de ambtenaar Levin van den Berg. En dit was dan de ambtenaar van de burgerlijke staat, Camille Mathieuses. Onder het gemeentehuis ooit het politiebureau met opperleus en onder de typemachine wachtmeester Zonderman. De kusterorganist Joop Poel. De pastorie. Naan, de pastoorsmeid doet open. En we zien pastoor vermunt met zijn onafscheidelijke pijp. Hij zou 36 jaar pastoor van Ossendrecht zijn. De ranke kerktoren van de Sint-Gertrudis, gebouwd in 1896. Met daarvoor het monument van het Heilig Hart. De prachtig gebrandschilderde ramen, met daaronder het schone hoogaltaar. De zalige zuster Marie Adolfine, oftewel Koutje Dirks, aan het orgel Tom Edixhoven. We beginnen onze rondrit door Ossendrecht en we starten bovenop Calvin. In het midden zien we meneer Wies van Frits de Leeuw, chef Jaspers. En bovenop Calvin hebben we ook het winkeltje van Nelke Nuyges. En hier Piet Wils. Een kekske in klein brembrood. Baandelappen deden we onderweg en we deden het ook zelf. Toon van Loon en zijn vrouw Til de Fles en dochter Door woonden ook bovenop Calvin. Roos de Leeuw moet nog gauw oversteken, terwijl net van Karlowe de pataten aan het schellen is. Marieke Nulat met haar vader ook op de film. Net als Mina Rooimaas en Klein Pietje. We kijken nu in de Baarstraat. En Betje Potters vecht er lustig op los. Calvin is proper en gewassen werd er ook, want Til Smits en de schoondochter Wies den Oude hangen de was op. Jo Schrauwe. De dusmachine van Toon Koevoets uit Wograaien. Op Calvin zoot een goede duivenmelkers Piet van Jacques van Locus en zijn broer Louis. Floranneke Jaas ontwieën. De oeprijlaan van Hoeve Calvin.
Alleen net schrouwen. Kijk dus naar de camera. De Barenhoeve, het vroegere klooster en school. De koeien van Arjan Venne aan de Nauwas. En als we goed kijken, dan zien we het ponnetje dat altijd voor de melkkaar van Tille stond. Links het huis van Boerke de Wit. Louis Jaassen van de Hoeve Kalfen. En op de Nauwas, daar woonde Lies van Meer. In de richting van de Kabeljauw, daar vinden we het Dwanekentor. En je kwam er zomaar niet door, want de slagboom die ging op tijd dicht. De papieren moesten goed gecontroleerd worden voordat je Holland inkwam. Aan de andere kant het Bels douanekotje. Jocks Kemaas over de lange weg gekeurd. We zeggen goeiedag tegen Maria Melsen. We zien de timmerman Piet van den Bus bezig en ook de vrije tijdschilder Jacques van Martelijs. De duskas van Blommerde en bovenop Piet van Pikouwen. Tanja Stoutjesdijk en mevrouw Beres. Het café van Bas Vervloed en Toekske. De peekoffiefabriek van Mathieuwsen. Willem van Veldhoven, de schilder. En Lisa van Lonneke Poel ontvijgen. Jan de Grillmaker en zijn vrouw Jo, vrolijk dansend op de Oostenrijkse muziek. Niels Dekkers van de Wallen heeft geen tijd om te dansen. Hij komt zwoegend ons in een zware zak uit een Engelse tuin. Ko van Pietjes en Piet van Jan van Pietjes. Anne van den Ende. Jean Michielsen. Oostrecht is een proper dorp. Zelfs Zan van Milvos, of beter nog bekend als Zan van Fluiten, is morgens al in de peignoir bezig om alles schoon te krijgen. Til van Jean Poel met de dochters. De veekoopman Michel Poel. Janus van Meer en dochter Isa. Slachter Toon Melsen. Dan komen boven de berg van Poelen. Daar stond een fietsenzaak van Ray van Tobisch. Nou zit daarin Enk van de Kloot. Toon Verbraken komt een nieuwe fiets kopen. Of ooit u toch meer zin in deze NSU-brommer? Voor reparaties konden we ook terecht. De vuile ketelpakken en de kleekjes werden gewassen door Corre, achter in de Nof, onder toezicht van Marie van Pokkeloes. De douane op post met Cor Wijnings. De winkel van Paulus Poel wie werd verbouwen. We kregen wat dorst en begonnen er eentje pakken in Hotel de Prins. De uitbouwer was de familie de Moor. Ze tapten een goed borreltje en ook een lekker bakske koffie. Allee, santé, proost, gezondheid. Ja, de Nippeliet maakt het nog niet. Adeline Verschuren. De kleermaker Jules Moerkes en zijn vrouw Jo. De protestantse kerk. En ook de broeders van Uybergen kwamen regelmatig in Oostrecht. Onder Durpstraat ooit de Maskerschool.
moederoverste van het Sint-Elisabeths-gesticht, de dopen van Janus van Kaam. En de nonnekes komen allemaal vrolijk naar buiten kijken. Hier de brave maskers van de maskerschool. Die zoten toen nog op de lagere school. Maar de nonnekes hadden ook een bewaarschool en een kookschool, ja, en zelfs een echte naaischool. Hier het bordje naar de laan waar je achter in de nof kwam. Betsy van Tillo moest altijd lachen. En Finneke de Oude, die oud kauwgom. Je kunt wel zien dat we kort naar de oorlog zijn en dat ze Noland de kauwgom ook al uitgevonden hadden. Hoe vinden mij een staart? Ja, maar ik heb er twee. Zeg Ria, bok nog eens zo'n grote blaas met jouw kauwgom. Ja, goed zo. En nou zeggen we goeiedag tegen Damascus. Want achter in de nof hoor je de speeltuin van de bewaarschool. Zuster Gaudentia. Toe, geef zuster Bernard eens een polke. En wie zou er niet geërgen gedouwen op de touter door een zuster? En Gert Beidekamp zorgde voor de netenspot van de nonnekes. En hier dan de kookschool. En hier werden de toekomstige Oostendrechtse moeders opgeleid. Maar Oostrecht had nog een school. En dat was de jongensschool. De Sint-Jansschool. Mannen. Daarover, zegt meester Verbrugge, Karel Verbrugge, maar wij noemden hem Kwasje. En wat konden die mannen bokken springen? Vooruit en achteruit ging ook al. Weet je nog, van klap, piek, bloemzak. Ja, en dat worden dan de vaders van Oostrecht straks. En ook weer goeiedag aan de jongensschool.
Heli Lijs die de kraan te rondbrengt. Even goeiedag bij Piet en Minna. En Jean van Jokers. En hier zien we dan audio. Ze werden getraind door Jeff de Vos. Nog beter bekend als Jeff de Kraai. Hij speelde toen in het eerste van audio. En veel later zou je nog voorzitter worden ook. Ja, toen hadden we nog niet zo'n prachtig sportpark. Maar wel een goede secretaris. Pauw van Bellekes. Die altijd en overal toezicht hield. Of er geen bal in de hof kwam. En of de kwajong niks erin weerde. De Meulenstraat. Minna van Piet Simons. En Nelly Lijs is weer terug van het kraan te rondbrengen. Piet Goorsen. En brieven onkeltjes is om pataat te rapen. Versnie Lijs met Sjanne en Isa van Vraa Zuges en Loke Nuges met de kleinkinders Maria, Joost, Peter en Fraas van Kokers en die woonden op een boerderij bij het beeldje. Cor van Zundert en Emma en bakker Poppelers en de melkboer Fik van Paasen en Ned van Pies. Cor Joppe met de klein mannetjes. Net van Pinneke van Gaal. En de boerenknecht Karel van Mie de Nekster met de paarden van Stan van Meijeren. Terug door de Durfstraat. Naar Piet van Rienskes en Minna de Pluim. Het was gezellig druk in de winkel. En er weer gelachen ook. En je werd er goed bediend. En je werd geholpen door Pieten en door Corrie van Jeffen Oefelen, het winkelmasker. En natuurlijk ook door Minna zelf. Aan de overkant is nog een zoutwinkeltje. Kot en Zanneke vervloed. De Durfstraat. Met Guus van Vleren. Korvervloed. Jan van Vraas van Doren. Dien Orban en Toos Timmers. De schoenmaker Jan Langebaren. De Dokterstraat. De eerste Ossendrechtse elektrische bakker was Piet de Goeie. En Zan die had een brood. Het Matje. En de postmeester Wix van Veldhoven woonde daar. En dan even Jo Timmers en Anna en Bertha. Het nieuwe postkantoor. Ineke Menting. De overkant van het postkantoor. Mennis, de visboer. Leo Mennis. En zijn vrouw Nelly. En ze zei altijd, ze smaken lekker. Want ik heb ze zelf al gegeten. Op het marktje woonden ook de kleermakers. Foos en Jo de Naaier. Liep toen nog rechter. Vrouw Meltse en de dochters. Kotje Bolders. Lacht eens.
Jan den Oude en Marie van Netje de Dooi. Bakkerke en zijn vrouw Stien Ketelers. De slachterij van Jefke Kolen en Lize. Je kon de plakjes dik en dun laten snijden. Deze worst, die ziet er goed uit. Wies van cordontjes? We zijn nu betozend. Cor en Til van Kobe Poel. En Kobe Poel zelf. Lo van Polkeloes, Betje Beukeler en Door zonder schort. Schoenmaker Paul Soffers en zijn vrouw Jo. Sigaren en sigaretten konden kopen in het winkeltje van Net Timmers. Net van Janneke de Nooier. En je weet er vlot bediend, de Rietje of de Revent Wim. De gezusters keken en joken van Doren. De Adelfinekapel, het geboortehuis van Koutje Dirks. Ik ben uw brandhout, God mag mij klieven. In de Mulkensdreef gaan we een keksje nemen. Keke Bolders en Pieter Roos. Jo van Onkeltjes op de achteruitfiets. En Janus van Keulen verziet zijn klanten van Buttagas. Net van Wiese Krooi. Lies van Jef de Goeie en Pieter Krooi. Lang lid van de gemeenteraad. Joke van Loebers en dochter Fieke. Pieter van Jaars de Bosboer en Lies de Bosboer. Leni van Pikken met de kleinkinders Leni en Ellie. De dameskapsalon van Jean Poel aan de Mulkensdreef. Een mise en play en een permanaat konden daar laten zetten. En de bekskes logen er altijd perfect in. De kleine dorpstraat. Til van Kei de Natte en Kei Zelvers. En Nelly Buizen op de waggelfiets van de kinderkopjes van de kleine dorpstraat. Klein Bril tegen de Saint-Paul. En Dina Kloek en Marion van Sava Pieden Bosboer. Toos Groeiers en dochter Tilly. En Net van Gieris en Dilles. En Jo van Jane. En nog een Jo, Jo van Karlowe. Pietje Waierup, ooit de Til van Bobby de Moor. En Paulien van Bakker Zwee de Goeie. De Stienhoef, een nieuwe straat. Vrouwke Aanscher links. De wonde veel vrouwen van militairen. In de Meulenstraat wonde Lies van Stekels. Voor verf en behang konden terecht
bij Jan van den Burgt en Wis van Jovianen. Kiske van Dijk en zijn vrouw Wis van Kokus komen hun papierken uitzoeken. En de zeun Fraas bemoeit er zijn eigen ook mee. Wachtmeester Menting was, zoals altijd, op zijn post. Ga er even mee naar de winkel van Christ de Pluim. Achter een toog Christ, maar ook Azeline van den Bogert en de vrouw van Christen, Marta Maus. Is dat goeie? Of die? Of die eronder? Zoek maar uit. Lekkere aan wie er ook gesneden. En vooral de dochters, Merlies en Ineke, die proefden stiekem altijd geren van dam. Dikke plakken. Maar één ding deze, ze deelden het samen. Hilda van Pieter groeien op de broodtoer. Jon Jaspers en moeder Jet der Trommelke, Suske Kolen en Netje van Kwaaiers en Cor van Toon de Weert. En door de straten van Oostrecht reed de gemeentewagen met de stratenmaker en chauffeur Janus Jas. In de zuster Meijeljefine straat woonde Fien de Minnekes. Veel gelachen is in haar leven. De woge deed er allemaal zeer van. Ze was getrouwd met Pijp van Kokenuges. Cor van Mienbril met haar dochter Finneke. Parijs. Maria van der Zaande en de vrouw van Guus Leijten. De smid Janus van Keulen en vrouw Anna. Marie van Pieter Boog en Til Leijs. Jappe Smout en Wis. En Maria en Ella en Frida op de stoepjes. Café van Willem Poel. En tevens duivelokaal. Sjoeke achter een tap. Hoogste tijd, heren. Ja, even geduld. En hij eruit. Tijd is tijd. En de eerste televisie in Oostenrijk. En de prachtige orgel van Willem. En Willem zelf, die kon er ook van genieten. Het taxi- en busbedrijf van Janus van Vienen. Twee echte taxis en twee echte bussen. De dokterswoning van Erikshoven. Die was aan de Bokkenstraat. Koud van Keulen, Marie van Netje de Dooi, Roos Develer en hier dan het bondje van Lauwkil.
Keke Stok en Polonia van den Ende. Til van Maanes en Mie van Keuten. Lies van Tovenhoof. Wies van Codendel. En Kotje van Sloppen. En achterop kwam Liske van Sloppen. Nel van Zundert en Maria van Maantjes. Drie in de Nes. Ja, en daar hangen goede boontjes aan. Fin van Keeskorres. En Wies van Zwijke Kiel. En Leen Develer. De oudste inwoner van Oostrecht was toen Kotje Bok. Thijs van de Kastelen en zijn vrouw Leen. Lisette Boestert. Dien van Jantje Musters en dochter Jenny. Lies van Nellekes. En Koud van Martelijs met haar vijf dochters op een rij. En dat is de Duinstraat. En Lucas Bogers op de fiets. En daar woonde ook Reus van Burzen. En om de hoek Kokende Doos. De melkboer Fik van Paasen bediende zijn klanten. Mieke Mostert op Dij. En Marie van Kee van Bonnekes. En op de hoek van de Klein Durfstraat Jean Poel met zijn nieuwe Belze fiets. Nottel de Koning. En dochter Marie. Mieke Teut en Til van Pikke en Dikke van Potters. En Nelle van Foeven en een taagknippe, zijn dochter Til. Een beetje waarop woonde Zan Lijs en Dien de Klomp. En op de hoek van de Dwarsstraat Wies van Pietje Perdekaan. En aan de andere kant Boerkes. Kort van Venne is aan het schilderen bij Nel Lijs. En Sjors die kijkt toe. Cor van Pijpen aan de was. In de Dwarsstraat woonde ook Cor de Brak. En Loke die was op bezoek. Beetje wij roep Jappe Teut. De brandweer van Oostrecht rukt uit. De sirene op het gemeentehuis echt geloeid. De brandweercommandant Jappe Smout geeft zijn bevelen. De meester spuitgast P.
Piet Varinskes. De brandweer poseert. Piet Varinskes, Ger Jaspers, Jan van der Velde, Dellis van Vienbarig, Kobi Poel, Voos Timmers, Jan van den Burgt, Jan Varinskes en de commandant Jappe Smout. Ostrecht, ooit ook een politieondervereniging, de Getrouwe Hond. En een van de grote mannen daar was Fiek Wouters. De Spies, oftewel Fiek van Tobies, met zijn hond Rex. Bij de oefeningen was altijd een boef, de bakwerker, Fraas van Dijk. Ja, de hond Nero bed flink der. De eigenaar van de hond, Louis Jaassen, kon dat toelopen. En elke week werd er trouw geoefend bij de Getrouwe Hond. Ostrecht kende ook veel smokkelaars en dat was toch makkelijk als je een goede hond ooit om ze te pakken. Kijk, de douane komt er al aan. Ja, zo makkelijk kreeg de douane ze ook weer niet mee. Christ van Tjeugdhuis met een muilezel met zijn kilometerteller onder zijn kin. De Duivenclub, de Welkomstvrienden, was gevestigd bij Voos van Cordontjes. Een andere goede duivenmelker was Lauke Beukeler. De kolenboer Londendog bracht petrol rond. Wies de Vos van Tillo en dochter Til, de waterleidingmaatschappij. En hier het nieuwe witgele kruisgebouw met het consultatiebureau. De moeders kwamen er elke week met de kleine peuterkes. Links wies de Bustel en de neffe Amelie van Jeffarinskes. Marie van Jeffke Baks en de nicht Net van Willemke Baks. Net de Dooi. Marie Baks met de tweeling Wiske en José. Zuster Gaudentia. Thank you.
De zusters rukken uit om een zieke te gaan verplegen. Marie Fontaine en Maria van Molkes. Jean Sprangers, de schilder. En hier zijn we onder Noogst. Bij Jules en Desiree van Kiske Snakken. En Jan van Pico op een Durskaas. Wies van Jeff Jas. En hier dan de ambtswoning van burgemeester Vos de Wal. En hier zijn kinders. En het dienstmeisje Riet Rijmakers. En mevrouw de Wal. Lo Jaze. En de moeder van Loe. Albert Engels en Lisa. We gaan nou naar het patronaat bij de kerk, waar de bejaarden hun bijeenkomsten nieuwen. Mijn Maus zorgt voor drinken en eten. En er werden allerlei soorten spelletjes gedaan, gekort, gebiljard, en gekakeld, en gekletst, en men deed ook aan blaasvoetbal. Dus die kon er ook wat van. Korten, kwetteren, alles door elkaar. En hier de serieuze mannen aan de biljart. De fik ontstoot. En nou is het kistje krakenbien. De nar. Achteraan arrive jontjes. En Kees de Nane is nou aan de beurt. Die gaf voor langs. Koedendel. Hij zou 100 jaar worden. Gij moet. Chef Matthäusen uit de Middelstraat. En Jan van den Dokter met zijn vrouw die serveerde lekker limonaat. We verlaten nou het patronaat. In de Derpstraat is er een ongeluk gebeurd. Gelukkig dat we een EHBO hebben en ze zijn snel ter plekke. We zien dat Karel van Brugge. Tini Rijmakers. Jacques van Veldhoven. En Cor van Kam. Vooraan de bar, Gust van Vleeren. Jen van de aardewerkers van de ABO. En als er een zwaar ongeluk is gebeurd, dan moet er natuurlijk de dokter ook bij komen. Jan Erikshoven was spoedig op zijn plek. Ostrecht had in die tijd ook veel jeugdverenigingen. En een van die verenigingen was het Maskerswerk. Vooral onder de impulsen van die Maus floreerde daar. En hier juffrouw Nelen. En ze deden allerlei soorten spelletjes. Meer dan 120 meisjes waren lid van de Mater Amabilis.
Juffrouw Maus en Celia Krinkels. We gaan even terug naar Toglaan, naar de Middelstraat. Op de noek daar bij het Martje, daar woonden Lies en Ruk Pals. En Bert van Amelie. En Leni de Klerk. En Bert van Katjes en Jet. Een beetje wij roep, Cor en net de Dooi. Twan en zijn vader Voors van Okkeltjes. En Piet en Betsy de Rat. En zo in hun zoon, en die kon accordeon spelen, Willy. En ook vader Piet kon het, want hij was de leider van een florerende accordeonclub in Ostrecht. Wat ook floreerde, was het busbedrijf van Bukske Bolders en zulie moeder Keike. Ostrecht was een echte busonderneming. De Scheldestroom. En hier zien we het wagenpark. 6 bussen en 3 taxis. Bukske plot zijn moeder Keken uitstappen en ook zijn vrouw Loke. Van de Leerstraat uit komen ze biedt naar het Geleg. Want op het Geleg, daar woonden natuurlijk ook nog mensen. Dat was een mulderij van Stanjazen. En hier Willem Jazen. Jef Gors en Louis van Stanjazen. En Finn van Willem Jazen. En ook Nelly Jazen verrest met de dochter. En de schoondochter Nelly, de vrouw van Louis. Aan het Geleg gaan we nou naar de Armeniezaal. En hier dan het bestuur van de Mater Amabilis onder de voorzitter Dien Maus. Ter ere van de Mater Amabilis is deze film gemokt. Er werden ook naaikursen gegeven. En onder het naaien werd er ook gelachen. In de keuken van Marie de Pluim, daar wie gekookt. En dan dronken ze koffie en thee. Het was allemaal goed voor het latere leven als ze huismoeder wieren. En hier een bespreking tussen 3 belangrijke mensen. Wie zijn dan die belangrijke mensen? Kaplan de Nijs, meester Seinstermaas en nog een meester, Desiree Poel uit Uitbaringen.
Een bloeiende vereniging in die tijd was de tafeltennisclub. En bij goed weer, wie er zelfs buiten getafeltennist. Piet Venne, Yvonne van den Ende. En ook Jan Verbrugge en Fraas Leijten waren toen lid. Behalve de tafeltennisclub hooi Ostrecht nog veel meer verenigingen. We zien ze hier in een lange stoet. Voorop het bestuur van de Matra Mabelis. De fanfare de hoop. Jan de Kop Mosterke. De HBO. Atletiekvereniging Excelsior 54. De tafeltennisclub. En een hoop kinders natuurlijk, oi Ostrecht. De brandweer van Ostrecht. En de jonge boeren staand. En hier het kerkkoor. En de mannen van de burgerwacht. En achteraan het bestuur en de leden van de Rooms-Katholieke Bejaardenbond. En zo verdwijnen we dan langzaam uit het beeld. Dit was dan de film over Ostrecht in 1957. Ik hoop dat iedereen van harte genoten heeft en veel plezier heeft mogen beleven aan de beelden. Salut, houdoe, het gaat allemaal goed.